Ik sta hier op de wedren in Nijmegen, waar jaarlijks de Nijmeegse Vierdaagse van start gaat. Dit jaar was het alleen anders, want er was dat coronavirus, waardoor dit allemaal hier leeg bleef. Ik ga vandaag praten met marsleider Henny Sakkers en ik ga met hem terugblikken op het afgelopen jaar. Zoals de organisatoren van alle grote evenementen is er heel lang gezocht naar mogelijkheden om toch een vorm van een evenement, en in dit geval een vorm van de Vierdaagse, te laten doorgaan. Totdat eigenlijk het moment kwam dat de minister-president tijdens een van die persconferenties heel nadrukkelijk ook de Vierdaagse en de Zwarte Cross hier in Gelderland noemde als evenementen die niet door konden gaan. Ja, dat was eigenlijk het definitieve moment dat we wisten, nu is het doek gevallen. We hebben wel nagedacht over verplaatsing, over minder mensen toelaten, over aanpassingen van routes, het voorkomen van punten waar heel veel mensen bij elkaar zouden kunnen komen. Maar eigenlijk werd die kans steeds kleiner, totdat we eigenlijk tot het moment van de beslissing kwamen en zeiden, we moeten ons nu gaan concentreren op de afgelasting, die, zoals iedereen weet, ook nogal heel wat voeten in de aarde gehad heeft. Dus eigenlijk zijn we al in maart gaan nadenken over mogelijke consequenties. Op dat moment nog rekening houdend met de mogelijkheid dat er een kans was dat we de Vierdaagse zouden kunnen organiseren. Een kans die overigens iedere week steeds kleiner begon te worden. Terugkijkend is het iets unieks geweest. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat behouden stand in de oorlog, dat de Vierdaagse niet door kon gaan. Daar hadden we geen draaiboeken voor. Daar hebben we eigenlijk eerlijk gezegd ook nooit rekening mee gehouden. We keken altijd wel naar de weersomstandigheden in juli. Dat was altijd wel een punt waar we heel goed naar keken of dat consequenties kon hebben. Maar dat wat ons het afgelopen jaar is overkomen en het uiteindelijk ertoe leidde dat er geen Vierdaagse en geen Vierdaagse feesten in Nijmegen zouden zijn, ja, dat is volstrekt uniek. Ik heb iedereen vorig jaar beloofd dat we er alles aan zouden doen om te kijken of er in 2021 weer een Vierdaagse mogelijk zou zijn. En ja, daar zijn we eigenlijk al vanaf begin september hard aan het werk om te kijken, gegeven de maatregelen van de overheid, gegeven ook de ontwikkelingen en de onzekerheden, om te kijken of er in 2021 alsnog de 104e Vierdaagse kan worden gehouden.